bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik enthousiast, want dit is een video-idee die ik heb verzonnen. Misschien bestaat het al, misschien heeft iemand anders dit ook al gedaan. In ieder geval, ik heb het niet gezien bij iemand anders. Ik heb het echt gewoon bedacht uit mijn hoofd. Maar ja, YouTube is zo groot, het kan zijn dat dit er al gewoon bestaat. Maar goed, ik ga vandaag een make-up look maken en ik gebruik alleen maar mijn nieuwste make-up. Dus van elke stap moet ik het product gebruiken die ik het nieuwst heb hier in mijn collectie. Dus het maakt niet uit of hij slecht is of goed, of het mijn kleur is of niet, of het matcht met elkaar of niet. Het maakt niet uit, gewoon het nieuwste in mijn collectie moet ik vandaag gebruiken. En dat is best wel spannend, want dat iets nieuw is, betekent niet dat ik het goed vind, of dat het matcht, of dat de kleur matcht, of whatever dus. Ik ben benieuwd hoe deze look gaat worden. Mijn wenkbrauwen zijn vandaag extra heftig, want ik ben weer ingegaan met mijn Action Brow Tattoo ding. Dus ze zijn weer een beetje heftig, maar als ik ben opgemaakt, dan is het allemaal weer iets minder. Dus ja, ik heb verder niet echt iets te vertellen meer. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik ga weer beginnen met de ogen. Ik heb hier mijn nieuwste oogschaduwpaletje. Die had ik gekocht voor een video en ik heb er ook al een video over gemaakt. En dat is mijn Revolution Cannabis paletje. Ik heb over de hele collectie een video gemaakt. Hij gaat niet open. Dit is echt een prachtig paletje. En het is dus echt een hele cannabis collectie. Dus als je die video nog niet hebt gezien, ga die snel bekijken nadat je deze video hebt gezien. Maar dit paletje is godzijdank echt fantastisch. Ik vind hem zo goed. Hij is goedkoop, maar 11 euro. En je hebt echt prachtige kleuren. Je hebt matte kleuren, glanzende kleuren, pressed glitters. In die andere video had ik een hele groene look gemaakt. Want zoals je kunt zien is het hier vooral groen. Alleen je hebt ook heel veel bruin en goud en zo. Dus vandaag wil ik dan een look gaan maken met vooral de bruinige kleurtjes. Dus dan heb je twee looks gezien met dit paletje. Dus ja, ik ben best wel blij om weer dit paletje te gaan gebruiken. Dus laten we snel gaan inzoomen op de ogen. Ik heb nou al in een aantal video's hiervoor een halve cut crease gemaakt. Dus nou ga ik dat niet doen. Ik ga vandaag een beetje voor een halo eye. En zoals ik al net zei, ik ga vandaag voor vooral de bruine goudachtige kleurtjes. Wat ik wel jammer vind, je hebt dus hier drie pressed glitters. Deze groene hier en de witte hier. Je hebt helaas geen pressed glitter in het goud of bruin of zo. Dat vind ik wel jammer, want als je dan een look maakt met vooral bruin en zo, dan heb je geen pressed glitter die erbij matcht, mocht je dat willen gebruiken. Ik ga mijn ogen weer primen zoals gewoonlijk met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Dan ga ik in met de matte kleur hier beneden, die heet Burn. En met een platte, beetje fluffy-achtige kwast breng ik die aan in mijn binnenste hoek en ook zo hier in de andere hoek. De kwast die ik gebruik is mijn BH Cosmetics 103 kwast. Dan pak ik de bruine matte kleur hier, die heet Cool. En daarmee ga ik een beetje de randen zo blenden. En ik blend het echt zo rond, want de look van vandaag is dus echt best wel rond. En dan pak ik de lichte bruine matte kleur hier beneden, die heet Relax. En met mijn Sigma E38 kwast, een kleine fluffy kwast, breng ik die kleur weer aan op de randen om het mooi uit te blenden en een beetje te diffusen. Zo, dan pak ik weer een beetje van die kleur Burn. En dan druk ik die hier nog een beetje extra aan om het weer een beetje extra bruin te maken daar. Want door al het geblend wordt het altijd weer ietsje minder. Zo, dan ga ik voor goud. Even kijken, ga ik voor donkergoud of lichtgoud? Ik vind er dus twee mooi. Deze hier, maar ook deze hieronder. Ik denk toch dat ik voor die onderste ga. Deze is heel mooi glanzend en deze heet Haze. En ik maak mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus. En die kleur breng ik dan zo aan hier in het midden. Die kleur is echt super creamy in het paletje. Wauw, kijk hoe mooi jongens. Even kijken, dan pak ik weer die ene platte kwast. En dan pak ik weer een beetje van die kleur Burn. En dan ga ik het weer een beetje inblenden hier met deze andere kleur. Zo, ik vind dit look echt heel leuk, zo goud. Ga ik er nog iets bij doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik het gewoon zo laat. Dan wil ik ook een hele mooie zwarte wing maken. En nieuw heb ik hier mijn NYX Matte Liquid Eyeliner. Deze is echt geweldig. Dus ik heb die weer net gekocht, die ik had was op. Dus deze is ook weer net nieuw. Dus ik ga even hiermee een mooie wing maken. Dan mascara en die is ook van de Revolution Cannabis collectie, de Blowout Mascara. Ik heb hierna geen andere meer gekocht of gehad of whatever, dus dit is ook nog gewoon mijn nieuwste mascara. Deze ga ik even aanbrengen. Ik vind die by the way ook heel erg fijn. Die is echt absoluut niet klonterig. Hij is zo heel mooi dun, dus als je daarvan houdt dan vind je hem echt ideaal.
Mijn nieuwste nepwimpers komen van de AliExpress. Ik bestel altijd super mooie wimpers. Ze zijn altijd mooi, bijna nooit minder. Maar ik weet niet waarom, maar ik had in mijn hoofd gehaald om echt van die extreme wimpers te halen. En dat zijn dus op dit moment ook mijn nieuwste wimpers. Dus ik moet die gaan opdoen. Maar toen ik ze binnenkreeg, ik ga ze even openmaken. Oh mijn god, ik dacht echt, deze ga ik echt nooit opdoen. Dat is echt way too much. Oké, 1, 2, 3. Kijk even dit. Oh. Oké, maar kijk even dit. Is dit niet te extreem? Kijk ook vooral, kijk dit. Oh my god. Deze zijn echt zo extreem, extreem lang. Toen ik ze binnenkreeg, ik dacht echt, nee, dit gaat hem gewoon niet worden. Deze ga ik niet opdoen. In het echt zijn ze nog heftiger dan op beeld. Maar ik hoop dat ze op beeld ook wel heftig zijn. Maar ja, vandaag gaat het dus over mijn nieuwste make-up. Dus ik moet letterlijk één van deze twee gaan opdoen. Ik denk dat ik voor de iets minder heftige ga. Misschien zijn ze wel echt prachtig. Misschien dat ik ze opdoe en dan echt iets heb van, oh wauw, echt super mooi. Maar voor nu, als ik ze zo zie, toch wel heftig. Ik ga ze even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. No. Oh my god, doe normaal. Doe normaal. Kijk hoe lang deze wimpers zijn. Ik voel ze gewoon helemaal hier zitten. Misschien is het leuk voor een drag queen of zo, maar oh my god, je kunt de oogschaduw ook bijna niet meer zien. Ik vind de stijl wel heel erg mooi. Ze zijn zo mooi fluffy en zo wispy en mooi uit elkaar. Maar dit is toch echt veel te lang. Wie draagt dus, jongens? Ik ga ze er gewoon op laten, maar ik kan mij echt niet serieus nemen zo. Oké, we gaan beginnen aan het gezicht. Probeer in deze video dit te negeren. Ik denk dat echt iedereen de hele video lang gaat zijn afgeleid. Maar goed, we gaan weer uitzoomen. Oké, nou, we gaan maar gewoon verder. Ik ga primen. Ik heb ook van die cannabis collectie. Ook daarna heb ik geen andere mee gekocht. Heb ik de priming water. Deze vond ik niet zo goed. Deze maakte mijn gezicht best wel droog en stroef. En dan wil ik ook nog een pore filling primer gebruiken. En daarvan heb ik nieuwste, mijn Peter Thomas Roth primer. Deze is heel fijn voor de poriën. Dan ga ik in met een foundation. En die ik het nieuwst heb gekocht en nog niet heb gebruikt is mijn Superstay van Maybelline. Deze heb ik gehaald. Ik had deze al wel, maar in de verkeerde kleur. Nou heb ik de kleur Soft Bronze. Maar die is volgens mij alsnog nou iets te licht voor mij. Want ik ben een beetje bruin. Dus ik heb hem ook nog helemaal niet gebruikt. Maar goed, ik moet dus gewoon nou deze gebruiken. Dus ik hoop dat de kleur beter is dan dat ik denk. Ja, hij is ietsje te licht, maar het kan ermee door. Deze is echt fantastisch. Minus de kleur, want die matcht niet helemaal perfect. Maar hij is ietsje te licht, maar deze is echt zo mooi. Hij is altijd zo mooi dekkend. Hij is zo mooi mat en betaalbaar. Dus deze raad ik echt iedereen altijd aan. Oké, dan concealer. Mijn nieuwste concealer, ben ik heel happy mee, is mijn Tarte Shape Tape Concealer. Hier ben ik heel happy mee, want deze is echt fantastisch. Ik had die ook mee naar Marokko, daar elke dag opgehaald. Amazing. Niks slechts over te vertellen. Ik heb hem in de kleur Light Medium Sand. Is wel alleen maar te koop bij Sephora. Oh, oeps. Oh my god. Dus hier is hij helaas niet te koop. Maar mocht je ooit naar de Sephora gaan of zo, dan sla hem zeker in. Want hij is echt absoluut de hype waard. En qua contourstick is mijn nieuwste, mijn Fenty Beauty Match Stick. En ik heb hem in de kleur Truffle. Dit is een mooie donkerbruine kleur. Ook die had ik toen gehaald bij Sephora. Ik vind hem fijn. Alleen hij is een heel klein beetje droog. Dat vind ik wel minder. Maar ik had in een Fenty video gezien dat hun hem eerst zo op hun hand doen. Want dan wordt hij iets meer creamy. Maar ik wil niet de hele tijd mijn hand vies maken. Kijk, dan wordt weer mijn hele hand vies. Maar ik moet wel zeggen, dat heeft wel echt nut. Nu is hij echt veel meer creamy. Dus mocht je hem ook halen, ook bij een Sephora of zo, dan raad ik hem zeker aan. By the way, bij mijn Sephora video hadden een aantal mensen onder de video gezet dat hun altijd bij de Franse Sephora bestellen. En omdat het dan vanuit daar komt, hoef je geen douane te betalen. Want het is gewoon in de EU. En als je iets bestelt uit de EU, hoef je geen douane te betalen. Dat hoeft alleen als het vanuit buiten de EU komt. Dus mocht je iets willen hebben, je kunt kennelijk gewoon naar de Franse Sephora. Die verzenden gewoon naar hier en je betaalt dus geen douane.
Oké, nou wordt het een beetje spannend, want ik ga nou in met losse poeder. En de losse poeder die ik hier heb, het nieuwste, die heb ik nog nooit gebruikt. En dat is mijn Techniek Vitamine C losse poeder. Hij ziet er goed uit. Ik heb die gehad van hun in PR, maar ik had gezien dat die gewoon online te halen is bij Pussy Shop. En dit is een translucent poeder, dus ik hoop dat hij goed gaat zijn. De kleuren ziet er wel echt geweldig uit, gewoon zo'n hele lichte vanille kleur. Ik vind alleen dit zo hier niet handig, want normaal doe ik het zo in de dop, maar nou zit er hier zo een verhoogd deel in, dus dat is niet echt heel erg handig. Hij plakt niet heel goed vast in de huid, valt er gewoon af. Dat is niet zo fijn. De kleur is wel gewoon goed. Oeh, I like it. Hij maakt mooi mat. Hij voelt ook niet heel zwaar aan op het gezicht. De kleur was echt gewoon perfect. Ik denk dat dit echt wel gewoon kan voor bijna elke huidskleur. Dat vind ik wel fijn. Het viel me alleen op dat hij niet echt vast blijft plakken aan de huid zoals ik heb met mijn andere poeders. Het lag er een beetje op en er viel ook best wel veel hier op mijn trui, maar dat is sowieso altijd. Maar hij heeft wel alles mooi mat gemaakt. Ik ga even een foto maken met Flits en dan kunnen we zien of hij flashback heeft. Nee mensen, geen flashback zoals je kunt zien. Ja, kijk, er is helemaal geen flashback. Toppie. Nou, ik ben aangenaam verrast. Hij is ook niet heel duur. I like it. Oké, dan ga ik ook nog contouren met poeder. En ik heb hier mijn Kat Von D Shade & Light contour paletje in de kleur Deep. En ik gebruik deze mooie bruine matkleur om mee te contouren. Deze is ook mijn nieuwste Obvious qua poedercontour. Ook gehaald bij Sephora en ik vind hem ook echt fantastisch. Dan ga ik verder met nog een beetje pressed poeder aanbrengen hier, zoals ik altijd doe. En ik gebruik altijd mijn Benefit poeder in de kleur 2. En die ga ik nou ook gebruiken, want ik heb hierna geen andere meer gekocht / gehad. Normaal ga ik dan nou in met MAC Fix Plus. MAC Fix Plus is gewoon een fixing spray. En dat is niet mijn nieuwste, want ook qua fixing spray heb ik die van de Revolution Cannabis Collectie. Oh, dat is de verkeerde. Deze bedoel ik. Ook deze vond ik niet zo fijn. Maar ja, die moet ik gewoon nou ook gebruiken. Want dat is mijn nieuwste. Dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik begin met een bruin oogpotloodje van Catrice in de kleur Shockwaves. En die gaat in mijn waterlijn. Dan pak ik weer mijn paletje erbij. En dan ga ik in met de twee bruine matte kleuren. Deze allebei. En die breng ik aan op de onderste wimperrand. En dan pak ik ook nog de mooie lichte glanzende kleur hier in de hoek. En die heet Calm. En die breng ik dan nog zo aan in mijn binnenste ooghoek. Oh, ik ben echt weer zo impressed met dit paletje. Ik vind hem zo goed. Oh my god. Even kijken. Dan pak ik weer mijn mascara. Deze weer van de Cannabis Collectie ook. En die breng ik aan op de onderste wimpers. Oh mensen, deze wimpers echt. I can't. Even kijken. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Wat is mijn nieuwste bronzer? Mijn nieuwste bronzer is mijn Body Bronzer van Physicians Formula. Deze heb ik in de kleur... Welke kleur is dit? Het was een te lichte kleur voor mij helaas. Er staat alleen niet op welke kleur dit is. Nou ja, ik zet het sowieso in de beschrijving. Ik had die ook geprobeerd in een video, maar deze was echt te licht voor mij. Ik had die dus online besteld bij Pussy Shop en daar hadden ze maar twee kleuren. En ik had gewoon ja, een van die twee kleuren gepakt. Maar toen werd er onder in die video gezegd dat ze echt veel meer kleuren hebben. Alleen ja, helaas gewoon niet te koop daar. Dus er zijn meer kleuren, maar dat wist ik niet. Maar voor mij is de kleur die ik nou hier heb... echt te licht. Kijk, je kunt ook echt bijna niks zien. Echt maar een heel klein beetje. En ik breng echt best wel veel aan. Hij ruikt echt fantastisch. Echt heerlijk. Echt om op te eten gewoon. En hij blendt ook goed. Alleen ja, de kleur is gewoon niet zo mijn kleur. Dus ik moet even op onderzoek gaan waar ik dan die andere kleuren kan halen. Qua blush heb ik hier nieuw mijn Peach Blush van L'Oreal. Deze is helemaal nieuw en echt fantastisch ook. Dit is echt een mooie peachy kleur. Ik vind hem echt super mooi. Dus ik ben blij dat ik die kan gebruiken vandaag. De blush matcht ook perfect met de look van vandaag. Oké, mensen, highlighter. Ik ben echt aan het twijfelen. Want ik ben echt... Ik weet niet precies welke nou echt het nieuwst is. Want ik heb er al eventjes geen meer gehaald. Maar volgens mij was het mijn NYX Born to Glow. Deze heb ik pas gekocht en... Volgens mij is er daarna geen meer bijgekomen. Maar ik ben aan het twijfelen. Maar volgens mij heb ik het gewoon goed. Dus ik ga deze aanbrengen. Deze ook, by the way. Super mooi en glanzend.
Oké, dan de lippen. Even nadenken. Want sowieso welke ik weet is de lipstick van mijn cannabis collectie is nieuw. Maar die dag heb ik best wel veel nieuwe make-up binnengekregen. Dus dan is dat allemaal iets wat ik kan gebruiken. Maar ik ben even aan het denken van wat ik die dag allemaal binnen heb gekregen voor lippen. Oh mensen, ik weet het weer. Ik had ook een aantal andere lipproducten besteld bij Revolution. Dus dat zijn basically ook gewoon mijn nieuwste lipproducten. Ik ga beginnen met lippotlood, want ik heb geluk. Want mijn favoriete lippotlood die ik echt in elke video gebruik is mijn Sweet Tea Lip Pencil. En die is ook toevallig nou mijn nieuwste, want die heb ik net opnieuw besteld. Dus jee, nou kan ik weer deze gebruiken. Een aantal lipsticks die ik echt die dag binnen had gehad zijn van Revolution. Deze lipstick heb ik al gebruikt. Dit is een van de mooiste nude lipsticks die ik heb nou in mijn collectie. Ik heb hem nou echt al 100 keer opgedaan. Ook zo gecombineerd met dit lippotloodje. Dit is een matte lipstick van hun in de kleur 121. Deze is nou ook in de sale voor iets voor maar 2-3 euro. Mensen, bestel hem als je houdt van bruin nude. Deze is echt fantastisch. De matte liquid lipsticks heb ik nog niet gebruikt. Dus ik ga voor de nude kleur. Deze bruinige nude kleur. Dat is de kleur 122. Wauw, wat een mooie kleur. Hij is wel heel licht, maar dat maakt niet uit. Ook echt een prachtige nude kleur dit. I like it. Even laten opdrogen, want hij is gewoon mat. Dus hij moet even opdrogen. Terwijl die opdroogt, ik had ook die dag binnengekregen deze lip gloss van Revolution ook. Gewoon een clear gloss. Ook nog helemaal niet gebruikt, zoals je kunt zien. Dit is van de Glass collectie. Dat is een nieuwe collectie van hun. En die is een beetje glanzend. En die heet de Glass collectie. Dus daarvan is deze lip gloss bedoel ik. Mijn clear lip glossjes worden heel te vies. Kijk, zoals je kunt zien, ik heb ook hier die van NYX. Deze was ook clear. Maar omdat ik dus heel tijd eroverheen ga, komt dus die kleur hierin. Dus wat ik gedaan doe, is dat ik de gloss aanbreng eerst gewoon op mijn hand. En dan met een kwastje pas aanbreng op mijn lippen. Nou, ik vind de gloss echt prachtig. Het is gewoon een clear gloss. Ik vind hem wel een heel klein beetje plakkerig. Daar ben ik niet zo van. Ik zou eerder dan gaan voor die van NYX. Want die is ook heel mooi glossy, maar die plakt niet zo. Dan eindig ik weer met mijn Revolution Cannabis Fixing Spray. En dan is de look af. Oké, wat een heftige look. Ik vind hem oprecht wel mooi. I like it. Enige dingen die ik een beetje anders zou hebben gedaan zijn obvious de nepwimpers. Dit is too much. Zelfs too much voor mij. Ik ben letterlijk too much. Ik heb altijd hele heftige wimpers op. Lekker extra. Maar dit is zelfs too much voor mij. Ooglook echt prachtig. Ik vind de gezichtsmake-up ook mooi. Het enige wat ik ook weer anders zou hebben gedaan zijn de twee sprays. Die vind ik nog steeds niet zo fijn. Maar voor de rest, I like it. Ik ben heel blij dat het goed is gegaan. Ook die losse poeder. Amazing. Ik vind hem echt heel mooi. Hij doet wat hij moet doen en hij is ook gewoon lekker betaalbaar. De lippen vind ik ook echt heel erg mooi. Hele mooie nude combo. Dus ja, ik ben blij dat het goed is gegaan. Want het had ook heel slecht kunnen gaan. Want ja, ik wist niet meer zo goed uit mijn hoofd wat nou allemaal nieuwst was. Dus ik ben blij dat het meeste toch wel matcht. I like it. Ik ben heel blij met de look. Let me know wat je ervan vindt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!